Westholland Sport nabeschouwing. Goedemiddag Martijn. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt vandaag lekker gehonkbald tegen de Blue Sox. Het was natuurlijk warm. Heb je daar nog veel last van gehad met de honkbal? Nou, je staat natuurlijk wel bal in de zon, elke keer. Ja. Maar zolang je normaal drinkt, goed insmeert, dan valt het allemaal wel mee. Maar het is natuurlijk wel altijd warm. Ja. Maar ja, dat heeft de tegenstander ook. Dus... Ja, je staat wat dat betreft gelijk voor, natuurlijk. Ja, precies. Ja. Je moest je tegen de Blue Sox. En volgens mij is die wedstrijd geëind in 6-11, klopt dat? Wij hebben verloren in het helaas van de Blue Sox. Hoe is die wedstrijd verlopen vanmiddag? Kun je ons een beetje meenemen hoe dat verliep? Ja, zeker. De eerste twee inningen, ja, dat waren wel zware inningen voor ons. Er werden veel honkslagen geslagen bij de tegenstander. En toen stonden wij met 6-7-0 achter. Later hebben we wel wat punten gemaakt. 4-5 puntjes. En we kwamen steeds beter in de wedstrijd. Maar helaas mocht niet baten. Want zij sloegen ook nog mooie honkslagen. Dus op zich hebben we redelijk gespeeld. Alleen ja, aan het kortste eind getrokken. Ja, helaas dat dan niet geluk heeft. Geluk is. Maar ben je dan heel erg teruggesteld nu gelijk naar de wedstrijd? Of valt dat mee? Wat zei je? Ben je nu dan na zo'n wedstrijd ook echt gelijk heel erg teleurgesteld of valt dat mee? Nee, ja, we hebben wel redelijk prima gespeeld. Het valt redelijk mee. Je hebt altijd natuurlijk wel leerpunten die je uit de wedstrijd haalt. Maar het was een erg goede tegenstander die echt wel een maatje te groot voor ons was. Over het algemeen zijn we tevreden. Maar volgende week gewoon weer een nieuwe wedstrijd. Ja, met nieuwe kansen. Ja, en wat gaan jullie volgende week dan anders doen dan vandaag? Wat zijn de verbeterpunten die je door wil voeren volgende week? Nou, in principe hebben we een werper misten wij vandaag. Een belangrijke werper, dus we moesten wat schuiven in de opstelling. Ja. En volgende week is de werper weer terug waarschijnlijk. Dus dan hebben we iets meer flexibiliteit ook in het team. Kunnen we wat meer schuiven in de opstelling. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk al wel een voordeel. En ja, dit was toch de nummer 1 waar we tegen speelden. Dus het was soms zit het er gewoon niet in, zeg maar. Dan is het tegenstander gewoon te goed. En hoe goed je je best ook doet. Ja, maar volgende week zouden we wel veel kans moeten maken, want dan moet je tegen het punteloze UVV. Dus daar hebben we al eerder een goede wedstrijd tegen gespeeld. Eerder goed van gewonnen. Dus we gaan ervan uit dat het een mooie wedstrijd gaat worden. En ik hoop met goed nieuws te komen dan. Ja, precies. Laten we het hopen, Martijn. Tot slot, waar willen jullie ongeveer eindigen dit seizoen? Jullie staan nu op een derde plek. Is dat ook een beetje jullie doel? Of willen jullie ook echt nog kampioen zien te worden? Is dat gewoon niet haalbaar? Het mooiste is natuurlijk de eerste plek. Maar als je deze tegenstander ziet, dan is 1 of 2, zeg maar de top 3, zou mooi zijn. Dat is wel ons streven. Ja, precies. Dus wat dat betreft zitten jullie binnen jullie eigen verwachting dan. Blue Sox is dan weer een maatje te groot. En Grifons, zien jullie daar kans van om daar nog van te winnen? Of is dat ook een hele lastige tegenstander? Ja, daar hadden we vorige week dus tegen gespeeld. En dat was echt wel kop of munt, zeg maar. Ja. Dus daar zien we wel kansen om die te winnen. Zeker. Jullie kennen natuurlijk nog de return dat waarschijnlijk nog. Ja, het is het begin ook van het seizoen, dus zijn nog veel wedstrijden te gaan. Ja. Gaat dat de hele zomer door dan? Of gaat het dan, zeg maar, zit er dan een soort zomerstop tussen en gaat het dan daarna weer verder? Ja, we hebben ergens, even kijken, tot en met half juli hebben we wedstrijden. En dan hebben we in eind augustus, dus dan hebben we half juli hebben we een zomerstop. En tot en met eind augustus, dan begint het weer. Midden in het seizoen hebben we eigenlijk een zomerstop. En dan tot en met oktober spelen we dan. Hoe vaak speel je dan tegen alle teams? Want jullie hebben een relatief klein poeltje met 8 tegenstanders, of met 7 tegenstanders. Vaak speel je dan tegen iedereen? Speel je dan wel 4 keer tegen elkaar of zo? Nou, volgens mij spelen we
ja, volgens mij spelen we anderhalve competitie. Dus tegen sommige twee keer. En tegen sommige drie keer. Maar dat durf ik zo ook niet te zeggen. Maar volgens mij zit dat zo in elkaar. Oké, op die manier. Ja. Nou, Martijn, succes weer volgende week. Winnen van EVVV, dat is een mooi uitgangspunt natuurlijk. Dat zal waarschijnlijk moeten lukken. En geniet nog even van een mooie zonnige zondag. En een fijne dag nog. Gaan we zeker doen. We gaan hier nog even lekker na zitten. En dan komt het allemaal goed. Kijk, hartstikke mooi. Bedankt Martijn en een fijne zondag. Ja, jullie ook. Fijne zondag. Dankjewel. Hoi. Hoi.